Hallo daar, welkom op mijn kanaal of welkom terug. Mijn naam is Veerle en ik post elke week mijn budgetreis op mijn kanaal. Ik gebruik de cash stuff envelope systeem om vat te krijgen op mijn budget, wetende waar mijn euro's naartoe gaan. Is het iets dat jou interessant lijkt? Abonneer je dan op mijn kanaal. Ik verwelkom jullie graag hier. Vandaag in deze video ga ik mijn cashstuffing doen van mijn side hustle. Dit met het budget dat ik verdien met het bijberoep, als ook met dingen te verkopen. Spulletjes die we zelf niet meer nodig hebben, maar die toch nog in goede staat zijn. Oké, ik probeer elke maand een budget te nemen van ongeveer een 500 euro. En dat is mij nu ook gelukt. Dat is dus geld van, laat ik eens denken, einde van juli en augustus, zo'n beetje. Oké, genoeg getetterd. We gaan eraan beginnen, hè. Ik had het al een paar keer geteld, dus ik ga dat nu niet meer terug hertellen. Het is rond de 500 euro. Mensen die geïnteresseerd zijn, dit is een portefeuille van Filofax. Bestaat in verschillende kleuren. Dus dat is dat. En dit is mijn binder van mijn bijberoep. Wat ik zeker moet stuffen is... Oh, nee, dat is mijn binder van de... oeps. Van de challenge. Dat kan ik nu niet doen. Waar is dan mijn binder? Hier heb ik de juiste. Oh my god. Oké, dus de juiste binder. Ik ga dat hier zetten. Oeps, voilà. Wat ik zeker moet stuffen is de boekhouding, de taxen, belastingen, noem maar op. En daarvoor... probeer ik toch alle maanden, dus september, 50 euro in te stuffen. Dus hier zit nu 470 in. Als ik er natuurlijk de 50 euro in stuff. $100, $200, $300, $350, $70, $410, $430, $450, $470. De volgende is nieuwe producten of producten die ik nodig heb voor mijn bijberoep uit te oefenen. En deze maand ga ik hier €30 in stuffen. Het is ietsje minder dan anders. Dus ik ga dat hier ook invullen. September plus 30 is 280. 100, 200, 20, 40, 60, 70, 80. Voor nieuwe producten. Ga ik mezelf iets geven? Tuurlijk. Jezelf mag je niet vergeten. Hè? Vooral het harde werk dat je doet. Dus mezelf ga ik voor september plus 10 is 120. €50, €70, €80, €90, €100, €10, €20. Een hele juiste. De volgende is techniek, maar ik heb mij onlangs een Cricut Joy gekocht. Dus deze ga ik nu eventjes on hold zetten. Er zit hier nog 230 in, veronderstel ik. 100, 200, 20, 30. Ja, dat klopt. Deze ga ik eventjes op hold zetten. De Cricut Joy heeft 170 gekost. Dus ik ga zien of ik deze verder spaar voor als ik met die Cricut Joy goed kan werken. Voor eventueel dan een grotere snijmachine. Maar ik heb dat misschien ook niet nodig voor hetgeen dat ik voor mezelf doe. Dus ik ga zien wat hier het vervolg gaat aan zijn. Nu, de post wordt ook gestuft. Ik moet soms catalogussen verzenden aan mensen. En ik had geluk, de laatste keer heeft de partner betaald. Dus ik heb het niet moeten terugbetalen, vandaar dat hier nog niks uit is.
Dus ook hier ga ik terug 10 euro in stoffen. 10, 20, 30, 40 is 50. Hier heb ik geen tracker in. Ik zou dat best ook eens doen. Ook hier heb ik een envelop benzine. Tot op heden heb ik gewoon altijd van de business kaart genomen. Dus aan de pomp met de rekeningkaart. En noteer ik dat in mijn budget van mijn business. Dit is echt als ik, mocht ik daar het budget niet voor opstaan heb. Want sommigste mensen, sommigste bedrijven betalen maar ja, 2 maanden zelfs nadien. Dus dat is zo een noodpotje. Als ik echt benzine nodig heb en ik moet het op voorhand betalen, dat ik het toch heb. 20, 30, 40, 50 is 60 euro. Heb ik ook geen tracker. Ik zou er ook beter in insteken. Dan verzekering. Dus voor de maand september plus 10 is 60. Ik moet mijn bedrijf verzekeren. Je weet nooit dat ik iets zou tegenkomen. 20, 30, 40, 50 is 60. Dus dat klopt. Dat is 1 keer in het jaar dat dat betaald wordt. Als ook grondlasten. Als je in jouw stad of gemeente een bedrijf uitoefent, dan moet je daar ook op betalen. Grondlasten krijgt 20 deze maand, want anders ga ik er niet geraken in maart. Dus 20, 20, 30, 40 is 50. Dat klopt. En aangezien ik hier meer in gestopt heb, kon ik dus minder budget stoppen in de envelop voor de nieuwe producten. Oké, dat voor de binder van het bijberoep. Met de rest van het budget stuff ik in sinking funds of in challenges. Nu, ik was een beetje aan het twijfelen, omdat dus ja, mijn budget in september van mijn hoofdberoep is minder, omdat ik op mutualiteit sta. En tot heden heb ik nog niks ontvangen van uitkering. Maar gelukkig heb ik mijn emergency fund waar ik van kan nemen, die ik achteraf dan heel zeker terug ga aanvullen. Maar ook de partner legt ook wel bij het budget bij, mocht het nodig zijn. Vandaar dat ik ga doen zoals ik elke maand doe met het budget van het bijberoep. Ik ga mijn sinking fund stuffen. Wat ga ik eerst doen? Mijn envelop stuffen in de holiday binder, namelijk de Disney binder. Hè. Daarin probeer ik dus. Hoe zit dat hier? Het zit hier een beetje door elkaar. Oké. Probeer ik dus alle maanden 140 euro in te stuffen. Dus ik heb het hier al ingevuld. 140. 120. 30. 40. Dan zou hier in onze envelop 2355 moeten zitten. We gaan een keer kijken. 5 is 1000. 1500 is 2000. Dat staat op de rekening van de holidays. 2200. 2300. 20, 30, 40, 50, 55. Dus dat is een hele juiste. Nu, ik wou rond het einde van het jaar naar Disneyland gaan. Maar met alle dingen die nu gebeuren met de kinderen die minder tijd hebben en zo. Maar ik weet het niet. Ik ga niet overhaast iets gaan reserveren. Is het dit jaar niet, dan is het misschien volgend jaar. Het geld staat op de holiday rekening. Dus we... Ik ben er nog niet, hè. Ik moet 3000 hebben. Dus we gaan zien. Maar het is een doel dat ik wil toch graag doen. Dus ik ga dit budget niet gebruiken voor iets anders. Tenzij natuurlijk ga oud afkloppen. Maar hopelijk dat er anders niks ergs gebeurt. Dat ik het niet nodig heb. Je weet maar nooit. Oké, we gaan positief denken. We gaan verder stuffen. Ja, wat had ik hier nog? Centerparks is ook zoiets, hè. Ik had gevraagd
Ik ga mijn oudste, mijn hond buiten laten. Ja, we zijn niet terug. Centerparks ga ik momenteel op hold zetten. Want ik heb dus gevraagd aan de oudste van... Wanneer kan je gaan? Maar met zijn legerdienst, zijn studies die in de hogeschool nu volgende week aanvatten, zijn Giro-weekend dat hij volledig bezet zit. Hij en zijn vriendin kunnen dit jaar dus geen ruimte maken. En ik zelf met de jongste daar alleen naartoe gaan. Ik zelf ga daar wel mijn geniet van hebben, maar ik denk niet dat mijn jongste dat heel leuk gaat vinden. Vandaar deze wordt op hold gezet. Is het nu niet voor dit jaar, het zal voor het volgende jaar zijn dan. Hè. Dan hebben we wel leuke dingen om naar uit te kijken. Vandaar de Centerparks gaat er eventjes uit. Dan ga ik naar mijn binder van de vakantie. En deze zit hierin. Nu de tracker zit hier wel in. Maar ik ben daar eigenlijk ook een challenge voor aan het doen. Vandaar dat hij hierin zit. Vakantie. Hier hebben we hem. Vakantie krijgt ook met dit budget 20 euro. 10, 20. 100, 20, 30, 40, 150. En laat ik misschien ook eens kijken naar de trackers. Dat is dan direct ook in orde. Mijn tracker zit hierin van de vakantie. Zo. Wait a second. Oh. Ik dacht dat ik voorbereid was, maar ik ontbreek toch nog enkele dingen. Dus 10 euro per cirkel en ik heb 20 euro ingestuft. Dus mag ik er 2 aanduiden, hè. Dat voor dit. Wat hebben we dan? Vakantie hebben we gehad. Huis en decor. Dat zit in de low priority. 320, dus dat klopt. En met dit budget gaan we er 20 euro bij stuffen. 9 plus 20 is 340. En hier mag ik ook... Sorry voor het lawaai buiten. Er passeert hier juist een stoet met tractoren. Dus dat hoor je op de achtergrond. Hopla. Dus dit is 340. En voor decor, ja. Hier zit nu 25 in. En decor gaan we 10 euro stuffen. Ik wou dat ik meer kon stuffen. Want ik ben dus... 9. Ik ben dus naar de IKEA geweest voor de oudste. Voor meubels van zijn kot. Dus dan hier kom ik er niet mee toe. Maar ik heb dus ook aan zijn spaarrekening gezeten. Want dat liep daarvoor. En als ik kan... Dan gaan we dat wel terugzetten met tijd. We zullen zien. Dus hier zit nu 35 in. 10, 20, 30, 35. Hij had een bed nodig. Een matras. Dus ja, dan weet je. 35 euro. Dan kom je er niet, hè. En jammer genoeg. De stift staat hierop. Ik heb er al met alcohol en met die solvent op gezeten. Maar ik krijg het er niet af. Oké, dat voor deze binder. Dan ga ik naar mijn paarse of lavendelkleurige binder. Dat is al een heel tijdje geleden. Note 9. Deze ga ik stuffen. Dat is dus een savings, een challenge van Lisa Grateful Me. En wij gaan 5 euro stuffen in deze challenge. En hier hebben we dan 10, 20, 30, 40, 45. Sta wel niet op voor wat het gaat dienen, dus dan kan ik daarvoor kiezen. De rode emergency, dat is zo'n mini-versie van een emergency. Deze krijgt ook 10 euro. Heb ik hier rood zitten, ja.
Want een emergency, dat kan ik nu wel goed gebruiken. Hè? Oei, ah, hier. Dus 10 euro. Dan heb ik hier 20, 40, 60, 70, 80, 90, 100, 10, 20. Dan, deze maand ga ik ook meer stuffen in mijn grote emergency. Want je weet maar nooit, als ik voor september ook nog geen uitkering krijg, dan ga ik dit gebruiken. Het dient ervoor dat ik zeker al mijn rekeningen kan betalen. En ik ga nu 40 euro instuffen. Dus 1, 2, 3, 4. Want elk hokje is 10 euro. Dus 40 euro. Poep. Laat ik een briefje van 50 nemen en 10 euro. Ah, zit er geen 10? Nee. Twee briefjes van 5 eruit. Dus er staat al reeds 500 op de bank. 6, 7, 750, 70, 90, 800 en 10, 20, 30. 830 euro zit in deze emergency. Blij dat ik het heb. Je weet maar nooit of ik het zal nodig hebben. Life happens, dat is ook zo ene. Dat is echt voor een appeltje voor de dorst. Staat hier wel op dat voor mijn fiets is. Ik ben er ook mee begonnen in januari. Maar we gaan zien, hè. Als ik het nodig heb voor rekeningen te betalen, dan gaat dat natuurlijk voor. Dus 5 euro is zo eentje dat we mogen kleuren. 5 euro erin. Gaan eens kijken. 50, 70, 90, 110, 130, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 200, 10, 20, 30, 40. Oké, dit voor Life Happens. Wat heb ik dan? De 300 challenge. Hier ga ik 15, deze. En waar staat er een cirkel? De 5 zeker, is 20 euro. Dus hier ga ik 20 euro in stuffen. 15, 15, 20. En dan heb ik hier in deze challenge 20, 40, 60, 80, 90, 100, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 65, 165. En als deze volledig is, dan heb ik 300 euro gespaard. Dit doen we niet. Dan zit ik aan mijn monthly money saving. Ik probeer dat te volgen, maar dat lukt natuurlijk niet altijd. Hè. En dat wordt dan ook op de rekening gezet voor de nieuwbouw. Mag ik het nu doen? 70 euro. 50, 60, 70. 2. Ik dacht dat ik 20 euro ging over hebben, maar ik heb er 5. Ik zal ergens in een of andere envelop dan toch meer gestoken hebben, want ik had geteld en het was juist. Oké. 50, 60, 70. Dan heb ik in deze challenge 1000 op de bank. 20, 40, 60, 80, 100, 20, 40, 60, 80, 200, 20, 40, 200, 250, 290, 300, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 360. Dus 1360.
daarmee dat ik ook niet echt hoef nog te panikeren, dankzij dat ik hier al jaren mee bezig ben met budgeting. Als er dan iets tegenkomt, gelijk nu, dat ik niet kan werken, heb ik altijd mijn savings, mijn emergency. Dus hoe klein het budget ook is, hoe lang je er ook over doet, vroeg of laat, geef het je rust dat je een appel hebt voor de dorst. Dan heb ik hier nog 15 over en ik heb ervoor beslist om de rest in Wout zijn laptop te steken. Dat we hier ook vooruitgang zien. En ik ga bij het editen eens kijken. Maar ik zeg het nog een keer. Ik dacht dat ik hier 20 kon insteken. Maar het is 15. Maar beter dit dan niks. 10, 20, 30, 35. Voor de volgende 100 euro. Voilà. Alles is op. Alles is gestuft. Voor deze maand van het bijberoep. Dat geeft me ook een motivatie om een bijberoep te doen. Er bestaan verschillende mogelijkheden. Met honden gaan wandelen, house sitting, zelfs dingen op het internet. Als het fysiek minder gaat, zoals ik nu. Ik kan nu bepaalde dingen niet doen van het bijberoep met mijn schouder. Maar het geeft me toch moed om, als het beter is, als ik terug mag werken, er volledig 100% voor te gaan. Omdat ik met het extra geld een mooi inkomen kan opbouwen om het leven te leiden dat ik graag zou willen leiden, om mijn toekomst voor mezelf en mijn kinderen toch een duwtje in de rug te geven. Bedankt voor het kijken en ik zie jullie graag in de volgende. Dag!